Dag, mijn naam is de aardrijkende punt op mijn grafiek. Hiervoor geven we f van x. Een punt A, P ligt op de grafiek als f van B, f van A, P is. A is een ruimte van f van x als P, f van A is. Bijvoorbeeld hier, f van x 2 is min 4. We kijken punt 2,0 op de grafiek ligt. Daar gaan we 2 de x-waarde, 0 de y-waarde, dit is uw A, uw B, x, y. We gaan kijken of 2, dat f van A gelijk aan B is, oftewel 2 keer 2, min 4, is gelijk aan 0. Ja, dat is de bedoeling. Met een vraagteken. Wel, 2 van 2 is 4 en 4 min 4 is inderdaad 0. Dat betekent dat punt 2,0 ligt op deze grafiek. Ja, dus het antwoord is ja, ligt op de grafiek. Twee bijvoorbeeld hier, dat punt 3,5. Ligt dat punt op de grafiek? Daarvoor gaan we opnieuw. Dit is xy, dus ab of xy. Dan gaan we 2 maal 3 doen, min 5. Min 4 is dat 5. Ja. Nu kijken, 2 maal 3 is 6, min 4 is 2, is niet 5. Dat betekent punt 3,5. Hoort niet tot de grafiek. Dus hier het antwoord is nee, hoort niet tot de grafiek. Dus de eerste vraag, het antwoord is ja, hoort de grafiek. Tweede punt, nee, hoort niet tot de grafiek. Nu een tweede functie hier, x kwadraat plus 2. Een andere kwadrate functie. Punt 1,0, hoort de grafiek. Dit is uw x, uw y, uw a, b. We gaan het nu invullen. 1 kwadraat plus 2 is dat gelijk aan 0. Ja, we vragen het af, want 1 plus 2 is 3, dat is niet 0. Dat betekent punt 1,0. Hoort niet tot deze grafiek. Dus geen element van x kwadraat van f van x is x kwadraat plus 2. Dus nee, het antwoord. Tweede vraag, punt 1, 3. Wel, als je 1 kwadraat doet, plus 2, is dat 3. We gaan gewoon 1 kwadraat doen, plus 2, is dat gelijk aan 3. We gaan 1 plus 2 is inderdaad 3. Dat betekent punt 1, 3 behoort tot de grafiek. Ja, dus 1, 3 behoort tot f van x. Antwoord ja. Dankjewel, bye bye.